Nou, het begon eigenlijk allemaal in een dag 7-8. We gingen afspreken en toen verveelden we ons. Toen vroegen we aan moeder van, ja, wat kunnen we nou eigenlijk doen? En toen zei ze, ja, we hebben nog een oude boom, maak daar iets van. Zeg maar, het plateau en het dak stond er zelf al. Wij hebben een beetje dat plateautje aangemaakt met de glijbaan. Het dak is later ook verhoogd omdat we groter werden en ja, we stoten meestal wel ons hoofd. De meeste mensen zitten nu achter de Xbox of zo. En dan zitten wij gewoon hier te bouwen en alles. Dus dat is wel gewoon leuk. Dat je dan denkt van, oh ja, dat hebben wij gemaakt. En ja, zo is het eigenlijk begonnen. En ja, toen hadden we geld nodig. Tja, want al die bouwspullen kosten behoorlijk wat. Daarom besloten de meiden vogelvoer te gaan verkopen. En toen hadden we ergens gelezen dat je eigen vetbollen kan maken. Hebben we onderzocht wat het goedkoopste is en waar we het best kunnen inslaan. En ja, toen zijn we eigenlijk gewoon bezig gaan. En het ging best goed. En daar hebben we dit jaar dus weer wat nieuws, de pindaslinger. Lisa en Astrid verkopen alles in een kraampje voor het huis en via social media. Hier is een spijker. Dit is ons derde jaar. In de vorige twee jaar hebben we ongeveer samen €400. Het eerste jaar dan 150 en het tweede jaar 250 ongeveer. Dat geld besloten ze weer uit te geven aan hun nieuwe winterproject. Een keet. Ze kochten platen voor aan de muur, zaagden alles precies goed en gebruikten isolatiemateriaal, zodat het er lekker warm is. En nu, na ongeveer een half jaar, is hun keet af. Hey. Een keet is voor ons vooral dat je gewoon met z'n allen gewoon gezellig bij elkaar kan komen. We komen hier meestal op vrijdag of zaterdagavond, zitten we hier en dan gaan we of spelletjes doen of gaan dansen of zingen. Ik vind dat het mooi is geworden en ook gewoon kleurrijk. Ja, ik dacht leuk, want dan hebben we echt een plek waar we gewoon samen kunnen zitten. Het is altijd heel gezellig als ik hier kom en dan is iedereen gewoon met elkaar wel. En dat vind ik heel leuk. En altijd 's avonds gewoon wel gezellig bij elkaar komen, heb je ook wel te doen. Oh.